Ja, goedemorgen. Het is weer zaterdagochtend. Ik heb net het slaap uit mijn ogen gewreven. Je bent beland bij onze Cake op de Week, de achteruitkijkspiegel. Ja, nou ja, Cornelis, het nieuws, daar hoeven we niet lang naar te zoeken, hè? Nee, we zijn vanochtend wakker geworden in een wereld die niet meer is wat die was, zal ik maar netjes zeggen. Want wat is er gebeurd? Ja, de Salon van Genève is afgelast. Gaat niet door, ja. Nee. The 90th edition of the International Motor Show will not take place. Nou, dat is voor ons vakgebied toch wel een heel ding, moet ik zeggen. Ja. Ja, het is, heb ik er niet eerder meegemaakt. Nee. Coronavirus. Ja. Allemaal kuchende mensen. Ja, niks aan te doen. En ik heb begrepen dus, dat in Zwitserland evenementen waar meer dan 1000 mensen op afkomen, die mogen niet doorgaan. Ja, precies. Nou, dit is een tijdelijke maatregel. Die maatregel geldt tot 15 maart, las ik. De laatste beursdag. Toevallig. Ja. Wauw. Ja. Ja. Maar goed, over China gesproken. Ja. Waar zitten we in? Ja, in een MG. Ja. En dat is geen Engels product meer. Nee, wij als Engeland-liefhebbers... Het is een Chinese auto. Maar het is ook iets wat ze wij kijken er vreemd van op misschien, maar in Engeland kennen ze dat al langer natuurlijk. Heb je de MD2 en de 6 rijdt daar ook rond. Ja, die werden er ook allemaal officieel dan op papier in ieder geval geassembleerd, hè, om een beetje de belasting om te omzeilen. Ja, ja. Een beetje hetzelfde als wat bij ons met Tesla in Tilburg gebeurt natuurlijk. Ja. Ofwel, gebeurt het nog? Ja, ik weet het niet. Al die mensen die hun nieuwe Tesla moesten gaan ophalen. In de haven, maar dat was niet de haven van Tilburg. Nee, allemaal weer met de auto bij de trailer teruggebracht van Tilburg naar Amsterdam? Ja, zo zijn we overigens wel ook weer bij het coronavirus beland. Dus eigenlijk is het verhaal alweer rond. Ja, we hebben het wel voor vandaag. Tilburg, dat is corona. Ja, oh inderdaad. Ja. Maar goed, er had zoveel nieuws kunnen staan in Genève. Ja. En een van de auto's waar ik zelf nieuwsgierig naar was, ja, tenminste ik ging niet naar Genève, dus ik zie het sowieso al een keer verschijnen, was de DS9. De terugkeer van de grote Franse sedan. Ja, ik ben bezig met mijn best te doen om die auto te leren waarderen, maar ja. Met moeite. Ja? Ja, ik vind het nogal inwisselbaar. Het uiterlijk misschien wel, maar als je van binnen bekijkt, dan vind ik het toch echt wel iets anders dan anders hoor. Anders is niet per se beter. Hè? Ik bedoel, dan zie je die interieurfoto's, zie je weer zo'n groot scherm in het midden. En daar zit dan ook weer de hele bediening voor de airco op. Houd het nou gewoon in losse knoppen, weet je wel. Want je weet dat dit niet werkt. Ja, dat is niet premium. Nee, maar roepen dat je premium bent. Ja, maar dat hebben alle PSA-producten toch. Dat is gewoon maar net wat er op de plank ligt en dat moet erin. Maar goed, wil je nou eventjes daarboven uitstijgen en dat willen ze met dat merk, dan moet je toch even ietsje beter je best doen. Ja, ja. Dus je hebt er nog geen meter in gereden, maar je vindt de ergonomie nu al niks. Nou, dat vind ik een minpunt, ja. Okay. Dat weten we toch uit het verleden wel. Ja, dan mag je toch met een beetje kennis van zaken toch wel zeggen hoe dat dan bij zo'n ding ook zit. Ja, nou, ik ben in elk geval blij dat het eens een keer geen SUV is, maar een sedan. Nee, dat ben ik met je eens, want ik gun Macron inderdaad wel een echte auto. Ja, ja, die rijdt nu in een DS7 en dat is, vind ik, toch niet heel presidentieel. Zeg maar, tijdsvoertuig. Nee. Sports utility vehicle. Ja, zodoende voor Macron dan toch het einde van de SUV. Ja, maar er zijn meer mensen die het einde van de SUV voorspellen. Hè? Ja, dat heb ik deze week gelezen. Ik heb het ook gelezen. Ja. En niet de minste ook. Herbert Diess, grote baas van Volkswagen. Ja, bij Honda hebben ze het volgens mij ook al geroepen. Ja. Ik snap het ook wel een beetje. Ja, ik heb de hele SUV nooit begrepen, eerlijk gezegd. Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Waarom zou je een auto gaan ophogen met alle nadelen die erbij komen en dan alles uit de kast trekken om die auto weer te laten rijden als een lage auto? Ik bedoel, dan ben je toch een beetje achterstevoren bezig. Ja, dat is waar. Maar zo blijft er wel werk in de wereld natuurlijk. Ja, maar goed, de voornaamste reden die die ziet is overigens ook een logische. Die dingen die zijn zwaar en ze hebben een groot frontaal oppervlak, dus veel weerstand. Ja. Ja, en als we allemaal elektrisch moeten, waar het natuurlijk gaat om de laatste meters. Ja, laag gewicht. Dan moet je niet zo'n auto hebben. Lage auto, weinig frontaal oppervlak. Ja. Nou ja, laten we het hopen dat het op zijn retour is. Want ik ben er nooit aan gewend. Nee, het enige voor is dat het makkelijk instapt. Ook wij worden ouder, maar daar wou ik het maar bij laten. En wat we nu ook gaan missen is natuurlijk het grote Alfa nieuws. Of eigenlijk het nieuws bij Alfa is eigenlijk dat ze nieuws hebben. Ja, 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 dat vond ik sowieso al niet echt heel sterk. Ja. Nee, dat is een beetje jammer. Een momentous comeback moest dat zijn. Ja. Dus we zijn er nu eventjes niet, maar we komen echt terug. Ja. En wel op Genève en, oh ironie, dat die hele beurs gaat niet door. Nee, dat is jammer. Ja, is jammer, ja. Maar ik heb het eventjes zitten nazoeken, want Alfa Romeo is desondanks toch wel een merk dat mijn interesse heeft.
Maar ja, als ze het doen, dan doen ze het leuk, laat ik het zo zeggen. Het zou dan dus een GTA moeten zijn van de Giulia. Maar dan denk ik van ja, als dat dan je comeback maar is... Ja, al de Quadrifoglio, wat gaat dit anders zijn? Ja, precies. Ja. Dus dan heb je 600 pk of zo. Dus een auto waar je er weer 5 van verkoopt en daarna is het weer klaar, weet je. Iedereen die er graag eentje wil, die bestelt er meteen eentje in het eerste jaar. Dat zijn niet de grote hopen die ze zouden moeten verkopen. Denk het ook niet. Over geen grote hopen verkopen. Wat ik ook las van de week... Audi heeft problemen met de batterijleverancier voor de e-tron. Waardoor ze nog maar de helft van de aantallen kunnen bouwen die ze gepland hadden. Ja, dat klopt. Ja, en daar zijn ze ook niet enig mee. Want volgens mij Jaguar I-Pace is ook al een beetje in problemen. Ja, Mercedes haalt bij dezelfde leverancier zijn accu's. Ja. Of de accucellen in ieder geval. Ja, maar ik denk niet dat ze bij Mercedes gauw te weinig EQC's produceren. Heb jij er al eens een keer eentje gezien? Ja, ik zie er toch heel wat rijden. Ja, misschien woon ik in een raar reservaat waar die dingen dan toevallig allemaal uitgezet zijn. Ja. Maar ja, ik zie ze wel. Ja. En overigens, wat ik ook wel bijzonder nieuws vond, is dat de Land Rover Defender 90 is geprijsd. Ja. Ze hebben hem net onder de ton weten te houden. Ja, knap hoor. Ja, wow, ja. 96.000 euro. Ja. Voor de korte, hè? Ja. Ja, vanaf. Ja. Maar als je dan zo'n ding aan ziet komen rijden van links, dan moet je hem ook maar voorrang geven. Want je weet gewoon, zo iemand heeft zoveel belasting betaald. Ja, die moet wel een beetje iets extra's gunnen. Die heeft hoogstpersoonlijk de weg. Kijk, over Engelse auto's gesproken. Ja. Oh, een mooie netjes. Mark II. Ja. Maar het is 44.000 euro BPM op die Land Rover. Ja, want ik heb dus even in België zitten kijken op een Belgische site. En daar kost die auto dus precies de helft. Kijk. Dat is echt... Oh, ik moet mijn handen aan het stuur houden. Dat had ik namelijk niet. Nee. Dat is een beetje in China dat jij hier niet aan de regels houdt. Ja, precies. Maar en dan te bedenken dat de 110, de 110, de langere versie, die is maar 6.000 euro duurder eigenlijk. Dat vind ik dan. Ja. Ja, maar ik zou evengoed een... over Defenders gesproken trouwens. Wauw, kijk nou dan toch. Een heel reservaat van die dingen. Ja, er woont een liefhebber. Of een handelaar, dat kan ook. Ja, ik vind het allebei leuk. Ja. Maar waar was hij? Oh ja, dat ik evengoed de korte zou willen hebben. Want die vind ik namelijk stoerder. Ja, nee, het kan mij niet groot genoeg zijn. Jij koopt een 110. Oh ja man, alles erin, alles mee. Nooit misgrijpen. Koop jij een 110? Hoeft niet de grootste motor, daar gaat het me niet om. Nee. Maar wel de ruimte. Ja. Lekker. Ik wil een 90 en ik ga hem in België kopen, want dan kost hij de helft. Nou, dan kom ik een keertje op bezoek, kom ik bij je friet eten. Ja. Hey, wat ga je doen dit weekend? Nou, niet zoveel, denk ik. Nee? Nee. Natuurlijk wel lekker, hoor. Blijf je binnen met je mondkapje voor? Ja, ik ga bij de Gamma mondkapjes halen. En, om niet te denken dat je natuurlijk een ziekte hebt, moet je natuurlijk ook een pak schuurpapier bij halen. Anders ben je verdacht. Nou ja, anyway. Ik denk dat we er wel doorheen zijn. Ja, precies. We hebben het wel. Ja. Tot volgende week. Bedankt voor het kijken. Ja. Hoi.